studenten hebben woensdag actie gevoerd tegen de hoge kamerprijzen van studentenwoningen. Het protest is onderdeel van een serie acties in heel het land. We pleiten voor afschaffing van het schuldenstelsel, waardoor heel veel studenten heel veel schulden opdoen om te kunnen studeren en om te kunnen wonen in de stad waar ze studeren. En niet alleen voor de afschaffing van het schuldenstelsel, maar ook voor compensatie van de schuldengeneratie, die eigenlijk de privileges misloopt die de generatie voor ze heeft gehad en die waarschijnlijk de generatie na hun zal hebben als de basisbeurs weer ingevoerd wordt. En daar is eigenlijk een intiem onderdeel van de kamerprijs. Want particuliere huisjesmelkers die kunnen heel makkelijk kamerprijzen opkrikken als ze eenmaal vernemen dat studenten meer inkomsten hebben, doordat ze niet meer hoeven te lenen, doordat ze een basisbeurs hebben. Dus omdat het probleem zo verbonden is met de kwestie van het schuldenstelsel, willen wij daar aandacht voor trekken in deze campagne. Een gemiddelde studentenkamer kost tussen de 420 en 520 euro. Te veel volgens studenten. En traditioneel is het bekend dat in Leiden heel veel huisjesmelkers zijn en dat heel veel mensen voor heel veel geld kamers huren. Dat kan oplopen tot 600, 700 euro voor wat we hier zien, 12 vierkante meter, niet veel meer. De groep studenten van de hashtag Niet Mijn Schuldcampagne vragen aandacht voor de veel te hoge kamerprijzen. Met krijtspray is de studentenkamer uitgebeeld met daarbij de gemiddelde prijs van 441 euro. De woningnood onder studenten blijft onverminderd hoog, wat de prijzen opdrijft. Het is een landelijke kwestie uiteraard. Het is niet een gemeentelijk iets waar we voor vechten, maar daarom is de campagne ook landelijk. Dit is maar één tak van de landelijke campagne. Op maandag is er in Wageningen een dergelijke actie geweest. Op dinsdag in Groningen en vandaag zijn we hier in Leiden. En ook in Utrecht en Amsterdam om over dit issue mensen te laten weten. Als studenten niet gewoon minder bier drinken, dan kunnen ze het wel betalen. Ja, dat is een kritiek wat je vaak krijgt natuurlijk. Maar ja, vroeger hebben studenten ook bier gedronken en toen kon het allemaal wel. Het ligt aan wat structurele problemen die we op moeten lossen, denk ik, binnen ons land. De bonden willen dat er een basisbeurs komt voor studenten, waarmee zij, in combinatie met een bijbaan van 12 uur per week, zonder schulden een goede opleiding kunnen afronden.